We zijn op het dak van wijkcentrum De Erker. Bij me staat de wethouder Marcel Bregman. Dat heeft een reden dat we op het dak staan van het wijkcentrum, want er wordt binnenkort een overeenkomst getekend. Ja, we staan hier op het dak van De Erker en we hebben de afgelopen jaar heel hard gewerkt om dit gebouw te verduurzamen. We hebben grote ambities in Schiedam op het gebied van verduurzaming. Eén onderdeel is een substantieel aandeel aan zonnepanelen te creëren in Schiedam. We hebben natuurlijk zelf ook panden. Hè. De Erker is van ons. Het pand ernaast, de gymzaal, is van Primo. Maar daar hebben we natuurlijk wel banden mee. We hebben dat wel betaald. Primo is het onderwijs, hè? Ja, Primo is de stichting die de scholen beheert. Zij gebruiken dit nu als gymzaal. Nou, en als je dan dingen bij elkaar optelt, dan moet je constateren, wil je grote stappen maken, dan moet je als gemeente ook zelf laten zien hoe het kan. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Ingewikkeld, want we hebben een gebruiker, de eigenaar, de gemeente. Je hebt de Primo. Je hebt waar gaat de opbrengst heen van de zonnepanelen. Nou, dat hebben we zo uitgewerkt dat we dit ook als voorbeeld willen stellen voor andere projecten. En wat gaan we nou doen? We hebben samen met Primo afgesproken dat we deze aanpak, dat we die ook uit gaan breiden naar een andere vastgoed. En we nodigen ook met name andere partners in de stad uit om dit goede voorbeeld te volgen, want dan gaat het echt hard. Was de Erker ook een keuze omdat men toch al bezig was met de verbouwing van het pand? Ja, we hebben veel eigen gebouwen in Schiedam als gemeenschap. Dus je hebt ook steeds de vraag stellen, hoe pakken we dit aan? Wat is ook slim qua investering en hoe draag je ook bij aan de doelen die we allemaal hebben? Energiebesparing en energieopwekking. Dus daar hebben we onze rol gepakt. Dus daar zitten zeker nog mogelijkheden om daar andere mensen bij te betrekken. Kunnen ook andere gebruikers behalve de Erker hiervan profiteren? Ja, want wat ook nog bijzonder is, als je gewoon inwoner bent en je hebt een dak wat niet geschikt voor zonnepanelen, heb je natuurlijk wel het gevoel, ik wil wel bijdragen of ik wil ook zelfs verdienen, want het is gewoon een goede investering. Dus het dak wat we hier nu ook beschikbaar hebben van de gymzaal, wordt aangeboden in de postcode roos, zoals dat heet. Dus de bewoners eromheen, die daar ook in kunnen participeren. Dus zij krijgen een eigen zonnepaneel, wat we kunnen verrekenen met hun eigen energierekening. Zodat ze kunnen profiteren van iets wat niet op hun eigen dak ligt. Dan praat je met name denk ik over de directe bewoners in het geval van de Erker. De eis van de energiemaatschappij is, of de afspraak die daarvoor geldt, is dat het in een postcode, hetzelfde postcode moet zitten. Maar dat geeft ook wel even aan dat we natuurlijk anders nu gaan kijken. Want we gaan nu ook veel meer per gebied bekijken. Waar liggen de mogelijkheden? We kunnen beter één heel groot dak tegelijkertijd met z'n allen aanpakken. Dan elk klein huis zorgen dat er die zonnepanelen komen. Want dat is ook veel ingewikkelder. Dus dit is denk ik wel een slimme aanpak die als goed voorbeeld kan gelden. En voor welke gebouwen zou je zo'n opzet ook nog kunnen doen? Nou, nogmaals, de gemeente heeft zelf gebouwen die ze zelf gebruikt. Dus daar moeten we natuurlijk naar kijken. Maar daarnaast hebben we natuurlijk heel veel maatschappelijk vastgoed. Wat in ons eigen bezit is, wat soms een gedeelte voor ons bezit is. Zoals de scholen die we in Schiedam hebben staan. Maar denk ook aan Boomplus of denk aan Frankenland. Allemaal partners waar wij mee samenwerken. Kunnen we ook vooral samen aan dat project werken. En dan vergroot je ook in één keer het potentieel. Want als je nu een luchtfoto maakt van Schiedam, dan is het gewoon schrikbarend hoeveel lege plekken we nog niet hebben ingevuld. Die relatief eenvoudig, als we maar willen. Vandaar ook een intentie. Overeenkomst wel kunnen vullen. En hier in de Erker komen er, neem ik een aantal te staan. Ja, dus ze komen niet op de Erker, maar het gebouw ernaast. Dus wat niet van de Erker is, er komen er 150. En die is opgesplitst in 1500 aandelen die in de buurt verspreid zijn. Die hebben dat gekocht en die kunnen dat elke maand terugzien op de energierekening wat voor slimme investering het is geweest. Lans Visser van wijkcentrum De Erker. Er gaat iets bijzonders gebeuren voor De Erker. En ik denk dat je dit ook zou kunnen zien als een soort afronding van wat jullie in de afgelopen periode hebben gedaan. Ja, zoals al bekend is bij heel veel mensen, zijn we natuurlijk heel druk met die verduurzaamheid bezig geweest. We hebben al het feest achter de rug, puntjes op de i zijn we aan het zetten. En ons allerlaatste, nou ik denk één na laatste project, de zonnepanelen. Samen met Stichting Primo en in samenwerking met de gemeente. En worden hier zonnepanelen geplaatst voor heel de wijk, kan daarvan profiteren. 150 zonnepanelen, 1500 aandeeltjes. En die hebben we verkocht voor €35 per stuk. En heel veel mensen uit postcode roos 3117 hebben daar gebruik van gemaakt. Als je nou kijkt naar de verduurzaming van zo'n gebouw zoals jullie dat hebben gedaan met de verbouwing. Waar loop je dan allemaal tegenaan voor problemen en praktische zaken? Ja, heel veel praktische zaken. Want zoals je weet, wij huren het gebouw van vastgoed. Dus we moeten wel elke maand de huur betalen en dat is niet al te weinig. Dus je moet doordraaien. En daar gaan dus, je bent meer dan een half jaar, drie kwart jaar ben je bezig. Plafonds eruit, allerlei buizen, verwarmingssystemen, nou, noemt het allemaal maar op. En je moet toch doordraaien. Dus elke dag is je pand een gigantische puinhoop, er is heel veel herrie. Maar je klanten moet je ook tevreden houden. En dat hebben we met al die vrijwilligers gedaan. Hoe is jullie samenwerking daarin ook geweest met andere partijen? Ja, alle partijen hebben zich echt gigantisch ingezet. Tuurlijk.
als je zo lang met elkaar bezig bent, gaan er gewoon af en toe woordjes vallen. Maar dan vielen die woorden en daarna werden de dingen opgelost. En eigenlijk, ja, wij zijn tevreden. We mogen niet klagen. Duurzaam doe je om het klaar te maken voor de toekomst. Kan de erker de toekomst weer in? Het is moeilijk. Daar zijn we gewoon heel eerlijk in. Financieel hebben we het gewoon zwaar. Maar wij denken dat we het met elkaar gaan redden met de hulp van. Want ja, zonder subsidies kunnen wij gewoon niet. En daar maken we ook gebruik van. En we zijn goed in overleg om weer vaste huurders ook in het pand te krijgen. Want we hebben gewoon commerciële partijen buiten al het sociale wat we doen nodig om de huur te kunnen betalen. Maar ik ben eigenlijk van overtuigd dat met al die vrijwilligers, we zijn zo enthousiast met elkaar, dat het gewoon gaat lukken.